Ja, hij is boos en daarom legde Wim van Ginneken zijn matras in de hal van het gemeentehuis in Oosterhout. Als protest, omdat ze hem niet goed hebben geholpen bij het vinden van vervangende ruimte voor zijn bedrijf. Of er hier een nachtje over heeft geslapen is niet duidelijk, maar ludiek is de actie van Wim van Ginneken wel. Vanmiddag kwam hij verhaal halen bij de gemeente Oosterhout. Dus nu zoek ik opslagruimte voor mijn materiaal. En wonen. En slapen. Want dat is niet zo netjes zoals het hier allemaal gebeurt. Van Ginneken verkocht zijn ouderlijk huis aan de gemeente. Op deze plek komt straks de wijk de Contraille te staan. Van Ginneken kreeg van de woningcorporatie een nieuw huis toegewezen, maar daar is geen plek voor zijn materieel. Hij wil dan ook dat de gemeente met een oplossing komt. Ik zou niet weten hoe we hem daarin tegenwerken. Er is net ook duidelijk aangegeven dat er genoeg te huur is aan opslaghallen en bedrijfsruimte en dergelijke, waar meneer zijn spullen kwijt kan. Maar zoals gezegd, dat moet hij zelf regelen. Huren? Maar dat is niet de bedoeling. Ik moet daar wijken voor de woonwijk. Dus ze hadden mij tijdelijk opslagruimte moeten geven. In de middag vertrok Van Ginneken weer, met matras en al, nadat de woningcorporatie had beloofd met hem in gesprek te gaan. We houden het in de gaten.